En we zijn live. Ja, kijk. Zo mooi raad het, hè? Ja. Ja. Nou, welkom. Zeker. Adventure Virgin. Ja. Ja, wat een gave naam. Ja. Ja, dus je mag daar ook alles over vertellen. We gaan eerst bier drinken. Kijk, ja. Ik denk, we overleven het wel. Ja. Helemaal goed. Nee, Floor, hè? Dus ik, in plaats van Adventure Virgin mag ik je Floor noemen, ja, toch? Ja, of niet? Adventure Virgin is mijn alter ego. Is Oké. Niet Floor dat je bijnaam is. Nee, helemaal goed. Helemaal goed. Nou, even kijken. Ik heb hier een glaasje. Ik heb kaarsstengels. Je vindt kaarsstengels goed, hè? Ja, lekker, daar hou ik van. Ja, ja, oh, ideaal, ideaal. En ik hou nog meer van. Dit even de draadje op. Een beetje zo. Weg. Jij bent een kaarsstengel liefhebber? Ja. Heb ik ook. Echt, en een blond biertje. Oh, heerlijk. En mooi weer. Eigenlijk hadden we buiten moeten zitten, maar ja. Eigenlijk wel, hè? Ja, nou, de volgende keer. Over een jaar doen we een jubileum en gaan we buiten vieren. Dus zo hoort het dan gewoon. Hey, proost op het weekend. Ja, proost. Helemaal goed. Ja. En jullie ook allemaal. Ja. Proost. Heel mooi weekend. Ja. Koningsweekend. Heerlijk. Ga je leuke dingen doen met Koningsweekend? Morgen vroeg opstaan. Ja. Dat is eigenlijk al vaste prik op zaterdag. Ja. Om 7 uur opstaan en dan samen met mijn vriendje ontbijt. En daarna ga ik voor een lange duurloop naar buiten. Oh, een duurloop? Echt waar? Ja. Oh, ja. Cool. Dus dan doe ik mijn trilrugzakje op. Ja. En dan ga ik eigenlijk buiten spelen. Ja. Voor 3-4 uur lang ga ik door de bossen rennen. Dat is leuk. Nou, dat is meteen een mooi dingetje van wie je bent. Want ik heb even opgezocht. Ik herkende je eigenlijk niet hier in de foto. Hier. Nee. Want dat zei ik toen nog tegen jou, hè? Want we hebben elkaar woensdag voor het eerst ontmoet bij BNI. Klopt. En toen dacht ik van, maar nu weet ik ook van dat jij het wel bent. Ja. Dat is helemaal goed. Hey, doe even op. Ik laat even de website zien. Ja, en, helemaal maar, goed. Ja, toch? Ja. En dit is jouw website, Adventure Virgin. Hey, vertel eens erover. Wat is het nou precies? Ja, Adventure Virgin is eigenlijk een lang gekoesterde wens en droom in mij. En dat idee ontstond eigenlijk al 3 jaar geleden. Ja. Want ik heb hiernaast een communicatiebureau waarmee ik mijn centjes verdien. En ik merkte dat ik in de loop van de jaren eigenlijk alleen maar binnen zat. En alleen maar achter die computer, achter de computer zat en alleen maar aan het werk was. Ja. Want werken als ondernemer is eigenlijk nooit klaar. Nee. En al die dromen die ik had over die mooie reizen die ik zou willen doen, of die avonturen, die zet ik maar in de ijskast. Ja. En op een gegeven moment keek ik ook niet meer om naar die ijskast. Ja. Dus ik besloot van, daar moet wel een verandering in komen. Maar het heeft toch nog geduurd tot afgelopen november voordat ik het lef had om het echt te gaan lanceren. Want Het is nogal wat om een platform te lanceren en jezelf centraal te stellen. Ja. En dat vond ik best wel een ding. Maar de basis is eigenlijk gelegd wel 3 jaar geleden dat ik al heel lang met het idee in mijn hoofd zit. Wat gaaf. Ja, je hebt het over een platform. Ja. Betekent dat iedereen daar iets op kan posten? Of is het voor jezelf een platform? Het is vooral een platform voor mezelf. Een inspiratieplatform. Ja. Ik schrijf ook op mijn website. Het is het platform eigenlijk een voorbeeld dat ik nooit heb gehad. Oh ja, dus ik heb het gelezen inderdaad. Ja. Ja. En ik wil dat het een platform wordt. Dus ik heb het bewust eigenlijk leeg gelanceerd. Dus zonder businessmodel erachter. Ja. Oh, leuk. Omdat ik ook wilde gaan kijken wat gaat werken. Ja. Dus zoals nu ben ik aan het experimenteren dat er mensen met mij mee kunnen op activiteit. Mensen kunnen met mij mee buiten spelen. Ja. En ik wil ook gaan experimenteren dat andere mensen hun dromen op mijn platform kunnen gaan posten. Oh, misschien leuk. Wil ik wel gaan experimenteren met Adventure Virgin petten. T-shirts. Precies. Ja, leuk. Ik vind het best wel een gaaf logo. Ja, ik ben heel blij mee. Ja, heel mooi logo. Dat zei ik vandaag nog tegen mijn collega. Echt een heel gaaf logo. Ja, ja. Absoluut. Dus ik wil eigenlijk niet alleen echt buiten spelen, maar ook buiten spelen binnen mijn bedrijf. Ja, begrijp ik. Ja, en superleuk. Experimenteren en ook experimenteren met vloggen, video's maak ik. Ja. En dan wilde ik buiten mijn professionele Floor houden met het communicatiebureau, want dan is het professioneel, daar verdien je je geld mee. Ja. En dan moet het allemaal goed zijn. Ja. En dan durf ik het pas te posten als het die 8 of die 9 is. Terwijl bij Adventure Virgin, ook als het de 6 is, spelen. Ja, superleuk. Ja. Ja, ik ben altijd voor spelen. Maar dat zul je ook wel achterkomen. Precies. We zijn hier altijd aan het spelen. En dat is ook goed, want daarmee koest je ook de creativiteit. Maar ik vind het superleuk, want je eerste marathon heb je gelopen, Rotterdam. Ja. Cool. En wanneer was dat? 2019. Dat is net Ja, net dat gebeurd. Is 3 weekjes geleden. Oh, cool. Even kijken hoor. Ja, klopt. En dan beschrijf ik helemaal
Wat ik heb gevoeld tijdens die race. Gewoon ook de kilometers erbij. Ja. En wat er door me heen ging. En hier heb ik ook een kleine vlog van gemaakt. Oh, wat super. Dus daar kunnen mensen ook nog kijken. En, ja, de marathon, dat was wel een soort van big dream voor mij. En ja, normaal gesproken schuif je dat altijd op de lange baan. Maar doordat ik hem gewoon nu op de website heb gezet. Ja. En onderaan de website op de homepage staan ook tellertjes. Gewoon klokken. Oh. En soms kijk ik even zelf op de homepage en denk komt eraan. Nou zijn we goed bezig. Ja, precies. Oh, wat leuk. Ja, dus al ook voor mezelf om het levendig te houden. Oké. Gaat het goed? Ja. Oh, ik zie dat Richard Wilming doet mee en Maaike doet mee. Dus mochten er vragen zijn aan jou, dan kunnen ze gesteld worden. Superleuk. En 1000 mensen staan op één gepopt. Glimmende gezichten, plakkerige lijven. Ja, penetrante zweetlucht. Dus mensen kunnen zich ook in het volgend jaar aanmelden met jou voor zo'n marathon. Moet ik het zo zien? Nou, dat weet ik niet. Dat gaat wel heel erg ver, denk ik. Maar 18 mei kunnen mensen zich wel aanmelden voor de hardloopclinic. Oh, cool. Staat dat op je site? Ja, dan geef ik een hardloopclinic. Dat is mee op avontuur. Mee op avontuur, leuk. Ja, en dan is er de hardloopclinic daar. Oh ja. En dan kunnen mensen dus meedoen. En dan ook gewoon voor beginners. Dus je hoeft nog niet marathonniveau te hebben. Iedereen begint gewoon ergens. Grappig. En dan gaan we onder begeleiding van een professionele atletiekcoach. Ja. Gaan we hardlopen. Hij leert de techniek en ik zorg voor het plezier en de manier waarop precies. ik het doe. En een instapper. Vind ik wel een instapper die hier gaat hardlopen. Categorie heb ik ook inderdaad, instappertje. Ja, leuk. Ja, superleuk. Oh, en maar €15. Dat is echt... Nou, als je een beetje sportief bent aangelegd... En dan krijg je ook koffie voor en een taartje, hè? Oh, echt waar? Ja. Nou, dat is echt geen geld, joh. Dat alles is echt super. Ja? Gaat gewoon tegen kostprijs. Oh, nou, dat is echt... Ik organiseer dingen gratis of tegen kostprijs. Het is ook niet mijn bedoeling om hier aan te verdienen. Nee. Dus wat dat betreft een sociale onderneming. Ja. Want ik vind... het is een inspiratie voor andere mensen. En dromen. Ja. En denk ik, moet je aan inspiratie geld willen verdienen? Ja. En dat is dus wel een ding dat ik denk... Nou, misschien in de toekomst wel. In de toekomst, maar nu vind ik het nog Je bent nu aan het opstarten, ik begrijp het helemaal. Maar superleuk. Als je nou naar je naam kijkt, hè, dan heb ik niet over Floor, maar over Adventure Virgin. Adventure begrijp ik, Virgin, vertel. Eerste keren. Oh, de eerste keer wat je doet? Het is de eerste keer. Het zijn allemaal avonturen voor de eerste keer die ik beleef. Dat is leuk, ja. Dus daar staan de marathon, die was voor de eerste keer. Er staat op, ik ga straks een bergrace doen. Ja. Dat is voor de eerste keer. Maar ook de activiteit, een workshop vuurspuwen. Nou ja, het was mijn eerste keer. Ja. En voor de deelnemers ook. Oh, wat goed. Ja, dus het is die eerste keer eigenlijk koesteren. Want dat merkte ik ook, hoe ouder je wordt, hoe minder eerste keren je beleeft. Ja. En vooral in je tienerjaren heb je veel eerste keren. Dan gaat het in je studententijd. Maar daarna, als je eenmaal aan het werk bent. En, Nou, ik merkte ook al minder eerste keren. Ja, vooral tuurlijk. Op avontuurlijk vlak. Wat leuk. Ja, en dit is dus de eerste keer. Dat begrijp ik heel goed. Hey, over eerste keer gesproken. Ik heb... Ik ga nou knopje indrukken. Dat knopje heb ik nog nooit ingedrukt. Oké. Is nieuw. Ja. Want dan wordt hij ook op een HD opgeslagen op mijn computer. Ja. Dus het kan zijn dat we eruit vliegen. Ja. Maar omdat jij nu over de eerste keer hebt, denk van, ik ga het nou toch eens een keer precies. Dat knopje. Gaan we nu even opname starten, eens kijken wat er gebeurt. Ja. Kijk, nu zie ik dat dit draaien. Blijven we in de lucht. We blijven volgens mij in de lucht. Ja. Maar je weet het niet, hè? Nee. Maar en wat vind je van, we hebben een nieuwe greenscreen vandaag binnengekregen, heel groot. Ja, heel mooi. Ja, we gaan hem echt uitbreiden. Alles wordt groen. Mijn collega wordt, die ergert zich, nee, niet groen en geel, dat valt wel mee. Maar hij moest heel hard om lachen toen binnenkwam. Ja. Dus ga je echt zo werken? Ja, ga echt zo werken. Want als je me zo zou zien... De mensen, dan zie je gewoon, het zie je alleen maar groen, hè? Hierachter. Ja. Helemaal leuk. Even kijken, je website hebben we al een beetje doorgenomen. Is er nog iets wat je graag wil zeggen, wat mensen kunnen doen? Of Kevin Polman. Ik weet Kevin Polman, dat is een super... Avonturier, sportieveling. Avonturier, sportieveling. Dus als je aan wielrennen denkt, dan denk ik aan Kevin. Heb je ook iets voor de echte diehard, zoals Kevin Polman? Dat was eigenlijk deze maand. Want die hardloopclinic is een onderdeel van een groter geheel. Oh. En dat is namelijk de Running Challenge. De Running Challenge. En het is eigenlijk, was ik van plan om in 1 maand 1000 kilometer te gaan lopen met een team. Dus niet iedereen hoeft zelf 1000 kilometer te lopen, maar als team. Ja. Maar tot nu toe had ik nog maar 2 aanmeldingen. En dan als je 1000 gaat verdelen over 3 mensen, is het wel... Dat is echt heel veel. Dus die laat ik even vallen. Maar misschien wellicht in het najaar of volgend jaar. En hoeveel mensen moet je wielrennen? Hoeveel mensen moet je minimaal? Nou, ik wil mensen niet aandoen dat ze meer dan 100 kilometer moeten lopen. Ja.
Dus eigenlijk had ik wel 7-8 mensen willen hebben. Ja, zelf loop ik er al 250. Ja. En dan moet die andere mensen, die moeten de moet rest je meedoen. Je mee, ja. meedoen. Oh, ja, wat goed. Ja, ja. Maar in ieder geval de hardloopkliniek, die gaat wel door, 18 ja. mei. Dus kunnen mensen wel in aanraking komen met de mooie hardloopsport. En dan met name trailrunning. Dus wat echt goed. Buiten in de bossen. Wat cool. Nou, Kevin, gewoon meedoen. En het is ook helemaal niet duur, hè? Want dit is dat 15 euro? Of, ja, ja. 15 euro. Nou, Kevin, ik zou zeggen, zeg die vakantie af. Dan spaart je heel veel geld en ga met jou mee tijdens je hardloopclinic. Hoe leuk is dat? Ik heb, om jou een beetje beter te leren kennen, heb ik een, ik weet niet of je het gezien hebt, maar ik heb een onderdeel en mag ik 3 vragen aan je stellen? Maar je bepaalt zelf welke vraag ik aan jou ga stellen. Dus van openhartig. En openhartig is een game, een spelletje. Mm-hmm. We beginnen eerst met dit spelletje. dat ik een beetje een idee krijg van jou. Tenminste, niet ik niet alleen, maar ook de kijkers. Ja. Dus je mag 3 kaarten trekken. We beginnen gewoon bij kaart 1. En dan ben ik benieuwd. Oké. Okay. Ja, het is helemaal aan jou welke kaart je kiest. Ja, ja, maar ja, ik kan het niet zien, hè. Dus, het zijn net aanbevelingen dit. Nee, ja, dat ja, zo'n, ja, ja, precies. Ja. Oh, nee, dat is een hele moeilijke. Ken jij nog een versje of gedicht van vroeger? En laat eens horen. Ja, laat eens horen, Adventure Virgin. Ik zou het echt niet weten. Nee? Deed je ook Sint Maarten vroeger of niet? Nee, nee. En ik ben totaal niet muzikaal aangelegd. Nee, of heeft iemand, dus dat, heeft iemand een idee van... want je komt hier vandaan, van deze omstreek? Of, ja, Land van Maas en Waal. Oké. Okay. Dus, maar ik zou het echt niet weten. Ik zit... Keek je vroeger ook veel jeugdseries of tv? Of keek je tv? Was je alleen buiten aan het spelen? Nee. Ik was juist vroeger dus helemaal niet aan het buiten spelen. Nee, ik zat alleen maar achter de tv. Echt waar? Ja. Oké. En wat is jouw bouwjaar? 1986. Oké. Okay. Ja. En wat voor tekenfilms had je toen? Johnny Quest. Ik was weg van Johnny Quest. Indiana Jones en Lara Croft. Ja, echt waar? Oh, daar waren mijn jeugdhelden. En wat ze gemeen hebben, waren dat ze allemaal avonturier waren. Ja. Ontdekkingsreiziger en archeoloog. Hoe ging... En ik dacht, archeoloog, Dat wil je worden. Dat wilde ik worden. Want dan Tomb Raider. Tomb Raider. Echt waar? Precies, dan ga je van die tombes plunderen. Ja. En door tempels heen. En je moet met gewapend naar binnen. Ja. En niet alleen met dat suffe kwastje. Maar, nee. ja. Maar ben je nou ook aan het gamen dan, of niet? Met Tomb Raider? Want dat is natuurlijk wel een... Nee, niet. Nee, nee, mijn broertje heeft dat dus wel gedaan. Ja. Maar mijn broertje was heel snel met de vingers. Dus hij deed de actieknop en ik deed alle spellen oplossen. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik was de brains en hij was gewoon de vingervlugheid. Ja, precies. Ja. Oh, dus wij waren een heel goed team, dus wij deden alles samen. Ja, precies. Je broertje, zijn nog steeds wel eens aan het gamen? Of, nee. Nee, niet meer. Nee, oké. Okay. Nee. Gaat goed met je broer trouwens? Want, ja. Oké, okay, top. Dat is altijd belangrijk. Volgende. Maar je weet dus niks te zingen, echt niet? Niet één dingetje? Nee. Virgin, eerste keer om voor de camera te zingen, zegt... Nee, ik zou het echt niet weten. Ik ben totaal niet muzikaal, daar heb ik ook niks mee. Nee. Nou, dan slaan we dit liedje even over. Ja, precies. Dan pak ik straks wel gewoon een andere kaart. Ja, precies. Ja. Hoppakee. Wat vond jij het leukst om te doen in een schoolvakantie? Ja. Ik denk dan toch... wij zaten echt veel, wij waren echt binnenkindjes. We moesten altijd met de Barbie spelen. En wat ik het leukste vond om te doen, was altijd Discovery kijken of National Geographic. Ja. En dat kon ik de hele dag doen, want dan waande ik me in die andere wereld, die avonturenwereld. Ja. Oh, wat grappig. En verder probeerde wel op avontuur te gaan, maar we mochten nooit buiten de straat. Nee, hè? Nee, en aan het einde van de straat, weet ik ook nog heel goed, was er een watertje. Ja. En was een bruggetje. Ja. Maar dat bruggetje mochten we niet over. En dat was ten strengste verboden. En nog droom ik over dat bruggetje. Jeetje. Ja, dat ik er wel over ga. Ja, hè? En heel soms rende ik als een gek dat bruggetje over. Ja. En dan stonden er een huizenblok aan beide kanten. En dan keek ik zo even snel die straat in. Ja. En dan weer terug. Oh, Adventure Virtue ook een soort coachingstraject, ook een beetje voor jezelf? Ja. Ja, hè, ten opzichte van vroeger, omdat je niet... Precies, het was bij ons niet normaal om buiten te spelen. Dus bijvoorbeeld afgelopen maand heb ik een activiteit gedaan, bomen klimmen. Ja.
ik heb in mijn hele leven nog nooit in de boom geklommen. En dan denk ik, dan ben je 33 en heb je nog nooit in de boom geklommen. Nee. Dus dat was voor mij een eerste keer. Ja, ik heb nog nooit in een boom geklommen. Nee, waarom zou je... Had je eigenlijk mee moeten gaan. Ja. Wat goed van je. Ja. Dus en wat heb je ook foto's van de bomen klimmen? Hoe je dat hebt gedaan en zo? Of, er zijn nog een paar... blog over schrijven? Nee, dat heb ik niet gedaan. Nee? Nee, en we mochten ook geen camera's mee naar boven nemen. Want als je zou laten vallen, ging naar 18 meter hoogte. Ja, dan is het nogal een projectiel dat op iemands hoofd terechtkomt. Zou iemand met een drone zou jou moeten stappen, moeten volgen. Maar ik weet al nu, al wel voor de volgende keer, ik ga het niet meer zo braaf doen. De volgende keer neem ik gewoon stiekem mee. Ja. Want het was geniaal. Iedereen die gespannen kopjes boven in die bomen. Ja. En dan moet je door zo'n parcours, zo'n klimbos was het. Ja, en zo er doorheen. En dan was je verzekerd. Maar ja, je mocht echt niks mee in je zakken. Terwijl denk ik, ja... Het was prachtig. Het was echt perfect, film- en fotomateriaal. Ja. Oh, wat gaaf. Ja. Dus, maar dus eigenlijk antwoord, even kijken op deze vraag, is van, wat vond je het leukst om te doen? Dromen. Boeken lezen. Wat voor boeken vond je geweldig? Vind je geweldig? Want ik denk dat je het nog steeds leuk vindt, of niet? Oh ja, ik ben ontzettend lezen. En toen las ik ook echt de Biebus leeg. Ja. Moest iedere keer met een nieuwe lading aankomen. Ja. Ik lees nog steeds heel veel. En waar ik dus gek op ben, nou ja, het zal niet verrassen. Dat zijn avonturenboeken. Expeditieboeken over de Mount Everest. Ja. Over mensen die de wereld rondfietsen. Oké, misschien zijn mensen nu, of in herhaling, want dat gebeurt meestal, die met boektips komen. Dat je zegt van, nou, dat boek moet je lezen. Ik zit zelfs te kijken van, wat is jouw lievelingsfilm dan? Heeft dat natuurlijk ook met avonturen te maken, of niet? Ik vind Wild leuk. Wild vind ik een mooie film. Maar eigenlijk, of Wild of Into the Wild? Nee, Wild. Okay. Niet Into the Wild, maar Wild. Ken je die met Cheryl Strait. Into the Wild? Ja. Oh, cool. Maar eigenlijk is mijn lievelingsfilm My Best Friend's Wedding. Zo'n romcom uit... Dus ook een hele avontuur. Ben je al getrouwd trouwens of niet? Nee. Want dat zou ook een mooi virgin moment zijn. Ja. Oh, wat goed. Dus eigenlijk is de romcom is je favoriete film. Ja. Hè? Maar ik vind en jouw favoriete tv-serie is eigenlijk Indiana Jones dan. Tomb Raider. Ja. Johnny Quest. Ja. Maar als je moet kiezen uit die drie? Lara Croft. Ja, toch Tomb Raider. Tomb Raider, ja. Wat ja. En nog nieuwe? Steeds de nieuwe. Ja, fantastisch. Ja, die is beter hè, trouwens, of niet? Nee, het zie ik in de tijdgeest. Ja. Ik vind het prachtig hoe Lara Croft zich zo ontwikkelt. Ja. En ook door die spelletjes. Ik heb echt van de eerste tot, nu dus niet meer. Nu game ik niet meer. Maar dat je haar ook zag veranderen. Hè, van die puntietjes tot Ze een normale lichaam kreeg. Ja. En nu ook, ik vond met Angelina Jolie vond ik ook heel erg leuk. Ja. Maar nu met die, ik weet niet hoe die nieuwe actrice heet, maar ik vind ik ook fantastisch. Ja, is ook heel goed. Het is een beetje een tomboy, maar wel... maar ook haar onzekerheid. Ja. Er zit ook een kracht in dat ze niet alleen maar het sekssymbool is, maar ook gewoon worstelt met de... Dan zou je eigenlijk de nieuwe game moeten spelen. Heb je PlayStation thuis? Nee. Nee, ophalen? Nee, want als je hem speelt, je zit gewoon in het avontuur. Als je het leuk vindt, dan is dat echt een hele goede game. Ja, Tomb Raider. En dan de allernieuwste. Mm-hmm. Of een Tomb Raider, een game terug. Ja, dan kun je en binnen avonturen beleven en buiten. Ja, dus kijk, het is heel... Ja. Dat gaan we vieren met een kaarsstengel. Ja, oh, mooi. Kijk. Ja, we hebben ze moet af en toe ook eten. Ja, we hebben ze ook... eerlijk gezegd, ik ben een beetje op dieet. Want ik ben echt enorm aangekomen. Ik heb niet zoveel buiten gespeeld de laatste tijd. Dus ik ben al bezig met poedertjes en met reepjes. Oh. Ja, en mijn vriendin kookt dan heel lekker voor mij. Maar het is allemaal heel gezond... Dus ik moet een beetje afvallen. Dus ik heb dadelijk neem ik misschien nog een hele. Ja. Gewoon echt full mond hier aan de tegenaan. Ja, ik hou ook van eten hoor, maar daarom sport ik ook veel. Zodat ik gewoon sport je veel? Eten. Ja. Huh? Hm? Even middag nog een rondje gedaan. Hardlopen. Ja, echt waar? Doe je dat voor je plezier? Ja. Ik hou van hardlopen. Ik vind het fantastisch. Hmm. Ja. Nou. En bootcamp, dat vind ik ook leuk. Ja, fietsen, zwemmen. Ja, ik sport eigenlijk iedere dag. En ik heb met mezelf afgesproken, ik moet wel één rustdag hebben in de week. Ja, hè? Ja. Weet je, sommige mensen hebben sport geen en ik heb sport geen. Dus echt altijd zo geweest. Ik heb wel de Mont Ventoux gefietst. Oh? Ja. Nou, die staat op mijn lijstje nog. Ja, hè? Mm-hmm. Nou, die is heel gaaf. Als je op internet zoekt de Helse hitte. Ja. Daar zie je mijn beleving van hoe ik dat heb gedaan. Met een hele groep. Oké, ben benieuwd. De Mont Ventoux gefietst. Dat is superleuk. Echt maar zou ik nu weer moeten fietsen dan...
Dan moet ik echt nou wel, denk ik, wel 15 kilo weer afvallen. Ja, dus ja, dan die moeten we wel mee naar boven nemen, hè, die extra kilo's. Nee, ja, maar dat is het. En ook al zou het niet, maar in je hoofdje zit echt ja, van, oh fuck, ik had beter moeten... Maar ik heb het wel gedaan, dus dat is heel leuk. Ja. Maar Mont Ventoux is echt leuk. Ja, 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 staat zeker op mijn lijstje, ja. Oh, wat was de eerste film die je zag in de bioscoop? Het is een beetje film, hè? Ja. Ja, film en adventure. Nou, Dat is een leuke de vraag, eerste trouwens. Film, ja, dat is al echt, dan moet ik weer gaaf in mijn geheugen. Heel lang geleden. Heb je nog VHS-videobanden meegemaakt? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, dus, ja, 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 oké. Okay. Alle Disney-films. Alle oh ja, ik ben echt een Disney-fan. Als je vraagt wat ik kijk, Disney. Ja, Disney. Ja, ja. Disney Plus komt eigenlijk mijn eigen channel, hè? Dus oh, ja. kun je alle romcoms van Disney weer bekijken, tenminste. Ja. Dus dat is ook, denk ik, een Disney-film die ik als eerste in de bioscoop heb gezien. Ja. Ik zit te denken, van een kinderfeestje kan ik me herinneren, Toy Story. Ja. Ja, een 3D of niet? Was dat 3D? Nee. Was nee, toen niet nog 3D. Niet, hè? Nee. Toen was het nog niet 3D. Nee. Oh. Maar ja, dat was denk ik een van de eerste films. Cool. Ja. Kijk, dat is wel leuk. Krijgen we een beeld voor jou. Disney. Ja. Nou ja, Aladdin, die komt binnenkort uit. Die ja? Ga ik ook in de bioscoop echt kijken, ja, hoor. Ja, ja, nou, ja. Nou, weet je, ik was afgelopen woensdagochtend was ik bij die film van Marvel, Endgame. Beste film ooit. Echt, ik heb niet vaak, maar ik heb zitten huilen in de bioscoop. Dat okay. Ik tegen andere mensen zei, ja, hooikoorts. Oh, ja. En je wilt die niet laten kennen natuurlijk. Maar toen zag ik het voorstukje van Aladdin en ik vond het leuk. Tot het moment dat ze begonnen te zingen. Toch, oh ja, fuck, je wordt in gezongen. Ja, ja, ja. Dus bij Beauty and the Beast ook. Ja. Die vind ik niet goed. Nee, hè? Eigenlijk vind ik het allermooiste, nou ja, als we het toch hebben over de Disney films, ja, de klassieke is Frozen. Ja. Oh, dat is ook prachtig. En van ja, Jana. Ja, oh, ja, ja, let ja, it go. Als ik aan het hardlopen ben tijdens mijn marathon, ja, let it go. Had ik ook Let It Go met het liedje van Jana, had ik ertussen zitten. De ja, Disney films. Ja. Oh, wat grappig. Dus je bent echt een Disney fan. Ja. Ja, 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 heel erg. Dat ben je in Disneyland Parijs geweest dan? Ja, 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 twee keer. En ja, was het leuk of viel het tegen? Ik kijk liever een film. Ja, ja, precies. Gewoon op de bank met een zak lekker chips. Thuis, binnen. Ja, en niet naar buiten. Ja. Ja, dit is binnen. En ik ben ja, ook te oud voor al die verklede mensen. En ja, poppen, ja, ja, maar, ja, 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 ja. En die attracties, ja, dat is nog wel leuk, maar... Ja. Nee. Dan nee, dus, kunnen naar de Efteling, vind ik een mooiere beleving. Ja, Efteling. Ik ga één keer per jaar met mijn vriendin naar de Efteling. En wat ik helemaal geweldig vind, een spookslot. Als kind zijn vond ik dat geweldig en dan blijft gewoon geweldig. En ik zei ook, als ik ooit dood ga, dat gebeurt iedereen natuurlijk, dan wordt dat die... Hoe heet dat nou? Is dat nummer van de spookslot? Dat is... ik ben even kwijt. Nou, hij staat bij mij, ja, mijn vrienden weten bekend. Het. Ja, mm-hmm, ja, ja, Dans Macabre. Mm. Dans Macabre. Nou, die wordt er gedaan. Ik vind het zo'n gaaf nummer. Dus, ja. Even kijken. Ja, dan hebben we nog een bonusvraag, hè? Ja, 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 voor dat liedje, we hebben hè? Een bonusvraag, ja, ja. Oh, wat vind je het mooiste kledingstuk dat je ooit gedragen hebt? Nou, dus de Frozen jurk. Nee. mooiste kledingstuk. Nou, dan ga ik toch voor mijn allerlaatste kledingstuk wat ik heb gekregen. Dat is mijn t-shirt van de marathon voor Rotterdam. Oh ja, cool. Ja, tuurlijk. Die trek ik nu aan als ik aan het hardlopen ben. Vanmiddag nog had ik hem aangetrokken en dan voel ik me zo trots. Ja. En dat is zo'n wit t-shirt en dan denk ik, ja, jullie mogen het zien. Ik heb hem gelopen. Gedaan. Ja, heb het gedaan. Ja. Ben je altijd zo sportief geweest? Of is het... Nee, ook niet. Nee, hè? Nee. Vanaf welke leeftijd? Nou, ik denk eigenlijk ook pas een jaar of 7 of zo of 8. Ja? Ja. Oké, dus op je 25, 26... Laat bloeien. Ja, hè? Ja. Daarvoor zat je ook alleen maar thuis. En binnen en veel tekenen, boeken lezen. Best wel introvert. En nou, een beetje... Nou, dan ben je wel een beetje veranderd. Ja. Tenminste, onveranderd, ontwikkeld. Veranderd is een raar woord. Ja, maar laat bloeien. Ja, wat goed. Wat leuk. Ja. Nou, weet je, daardoor leren we jou een beetje beter kennen. En ook hoe je ertoe gekomen bent. Mm-hmm. En wat ik denk dat heel veel mensen die zich misschien wel herkennen in jouw situatie. Dat klinkt heel zwaar, maar die denken van wat leuk. Ik wil dat ook. Ik wil ook zo'n ontwikkeling doormaken. Die kunnen, ja, nogmaals, die kunnen met jou leuke dingen gaan doen. Ja, ja, of kijken op mijn website. Ja, en, mijn blog waar ik over vertel. En, ik vind het super, echt wat je leuk. Daarom zei ik, je moet gewoon in de uitzending. Ja. Nee, je moet niks. Maar ik vond het gewoon super leuk. Adventure Virgin. Ja. Helemaal goed. Ja, en ze moet ook even een kijkje nemen bij de Big Dreams. Bij de Big Dreams? Ja, okay, de Big Dreams. Want daar staan mijn de dromen die ik nog wil gaan doen. Oh, wat leuk. Wat goed dat je dat zegt. Ja.
Even kijken hoor. En die komen er dus aan. Dus nou ja, de marathon van Valencia. Nadat ik de Rotterdam had gelopen, die volgende dag voelde ik me echt super trots. En dacht ik, helemaal spierpijn. En ik, super goed gedaan, Floor. Ja. En toen was het een dag later en toen werd ik wakker. En toen dacht ik, oh, heb ik wel alles gegeven? Was het nou wel zo zwaar als ik nu zit te bedenken? Kan ik nog dieper gaan? Ja. Weet je wat, we schrijven ons in voor de volgende. En dat was meteen deze. En dat was deze. En cool. Van de zomer de Eiger. Dat is een bergrace. En waar is dat? In Zwitserland. En daar droom ik dus echt ook al gewoon 3 jaar lang over. En dat is 35 kilometer. En dat is 250 hoogtemeters. Drie bergtoppen beklimmen. En dat vind ik echt waanzinnig. En ik was dus 3 jaar geleden begonnen met trainen daarvoor. Ja? Toen was ik er bijna en toen brak ik mijn enkel. Oh. En nou, dat is het ergste wat een hardloper kan overkomen. En daar heb ik 1,5 jaar van moeten revalideren. Jeetje man. En ik ben dus eigenlijk pas sinds een jaar weer aan het hardlopen. Dus daarom was voor mij die marathon zo speciaal. Want dat was een mijlpaal. Ja, tuurlijk. En die marathon is de training voor deze bergrace. En die gaat van de zomer beginnen. En dat is dan eindelijk het moment. Jij echt waar je grenzen verleggen. Ja. Gewoon, hè? Dit is dan mijn lang gekoesterde droom. De eerste keer dat ik dat filmpje keek, dat was 3 jaar geleden. En ik zag hoe die mensen finishten. En er zit ook een eigen liedje ook achter. En ik moest gewoon huilen. Gewoon alleen al huilen bij het zien van het filmpje. En ik dacht gewoon bij alles, dit wil ik. Dit wil ik meemaken. Dit is wel... Zit er voor jou ook een parallel tussen het ondernemerschap en al die sportieve activiteiten? Het is vooral mentaal. Mentaal, hè? Het is mentaal je grenzen ook opzoeken. Ja. En mentaal afharden noem ik het. Ja. Als je op een gegeven moment lang gaat lopen, dan is die lange duurlopen ook. Ja. De eerste 2 uur geniet je nog van de natuur. Ja. Dan kom je op een punt na 20 kilometer wil je lichaam gewoon stoppen. Ja. En dat zeggen ze ook vaak, tot de halve marathon is een race. Ja. Daarna wordt het een reis. Een reis in jezelf. Ja. En dan ga je jezelf echt leren kennen en meerdere lagen. En dan kom je echt achter van, nou, hoe diep kan ik gaan? Hoe kan ik erachter komen? Eigenlijk zou je zo'n boek kunnen schrijven, je had het voorlezen, het parallel tussen sport en ondernemerschap. Want volgens mij zit er in heel veel... Ja. Hè, dat die pijn, denk ik, die waar de eerste mensen al afhaken van ondernemerschap. Obstakels overwinnen. Ja. Doorgaan. Want, ja. Want wanneer ben je begonnen met ondernemen? 5 jaar geleden. 5 jaar geleden. Wat is het veranderd voor jou qua mentaal? Waarvan zeg je nu van, nou ja, weet je, dat vroeger was ik daar toch wat banger voor en nu voel ik dat bijna niet meer. Weet je, die pijntjes, hè? En een beetje metafoor met sport. De angst. Ik ben nu toevallig vanmiddag was ik begonnen met een artikel met jezelf de ruimte geven om te falen. Ja, en juist. Mogen falen. Ja. En dat vind ik heel, heel lastig. En ook constant de angst van, heb ik hierna wel weer een opdracht? Ja. Kan ik wel financieel onafhankelijk blijven? Dat lukt wel. En mensen weten mij ook gewoon te vinden. Ja. En toch blijft zo'n stemmetje iedere keer in mijn hoofd, ben ik ook goed genoeg? Nee, echt waar? Ja. Ja, hè? Of val ik straks door de mand? Ja. Dat is zo'n hele rare... Ja. Nee, maar ik denk juist dat is juist wat ondernemen is gewoon vallen en opstaan. Ja. Dat denk ik echt. Want het zijn toch... En je wordt steeds een ander soort mens. 1.0, 2.0, 3.0. Ja. Ik denk dat dat juist het leukste is van ondernemen. Want als je bij een bedrijf werkt, daarvoor heb je bij een normaal bedrijf gewerkt. Ik stond voor de klas. Is dat echt waar? Ja, ik was docent. Basisschool? Middelbare school. Middelbare school? Ja, ik was handvaardigheid en tekenjuf. Ah, wat leuk! Ja, ja wat gaaf. Op een gegeven moment dacht je van, nou zelf handen uit de mouwen. Dit is het niet. Ja. Nee. Ja. Wat leuk zeg. Ja. 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 Oh, dus ik ben ook helemaal autodidact. Ik heb mezelf ook allemaal aangeleerd. En dat vind ik ook wel erg leuk. Ja. Ja. Wat viel je meest tegen met betrekking tot ondernemerschap? En daar heb ik meer van hoe mensen tegen het ondernemerschap aankijken, waarvan je nu zegt, nou, dat is absoluut niet waar. Of dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Ik vind het allerergste, dat kan me altijd raken als ze mij maar die ZZP'er noemen. Dat vind ik naar. Oh, hoe ja. mensen erover praten. Ja. En dat zijn ook vaak mensen die dan bijvoorbeeld manager zijn in van een afdeling. Ja, heb je dat meegemaakt? Dat mensen dat zo zeggen? Ja, en nog steeds. En dan zeggen ze, ja, maar ik run ook een afdeling. Want ik ben ook eigenlijk ondernemer binnen het bedrijf. Want ik run namelijk een afdeling met zoveel mensen. Maar dan denk ik, nee, dat is een groot verschil. Jij ligt 's nachts niet wakker. Nee. En over dat je kunt misschien wel eens een keer iemand moeten ontslaan, maar het is niet jouw geld. Nee,
Nee, precies. Dat is mijn geld allemaal. En alle risico's die ik neem, dat is van mij. En dat is wat mij stoort als jij weg wordt gezet als, nou ja, die ZZP'er. Of, dan vind ik ook heel erg van, ja, maar je hebt toch een partner op wie je kan terugvallen. En die hoorde ik nou 2 weken geleden nog. Ja. En dan dacht ik, nou, je partner is nooit je backup. Nee, tuurlijk niet. Dan ben je zelf. Dan ben je zelf. En dat is ook heel slecht als je dat, absoluut. En dat is nog wel eens dat je als vrouw wordt gezien nog steeds van, oh ja, je bent maar een beetje aan het hobbyen en het zzp'en, je opdrachtjes doen. Terwijl ik heb gewoon een volwaardig baan en ik denk, oh, moet ik daar nou nog steeds voor vechten anno 2019? Ja. Denk je ook niet van, joh, lekker belangrijk als je dat vindt? Ja, het raakt me nog steeds. Echt waar? Ja. En dat is dus waar ik nog wel in moet afharden ook. Ja. Ik denk dat dat het is. Gewoon dat je denkt van, weet je, dat is een beetje misschien ben je nu een beetje aan het versuren. Mm-hmm. Als met sport dan, hè? Metafoor. Maar ik denk, ik hoor zoveel dingen. Mm-hmm. Ik hoor echt ook zelf heel veel dingen, maar ik denk altijd lekker belangrijk. Ja. Ja, ik ben wat dat betreft teflonlaagje, hoor. Ja. Nou, ja, ik ben er ook. Ja, maar dat leer je denk ik wel als ondernemer. Dus ik kan eigenlijk niet wachten waar ik over 5 of over 10 jaar sta. Ik denk dat dat gewoon heel mooi is. Want het is wel echt, ik heb er geen spijt van. Het is echt de mooiste tijd van mijn leven nu. Ja, nu precies. Ik onderneem. Weet je, en als er wat fout gaat, dan, dat zei Bernard van Riesen van BNI, had een filmpje opgenomen. En die zei toen ook tegen mij van, of niet tegen mij, maar in het filmpje zelf, dat er heel veel mensen zijn. Bijvoorbeeld als je ik ken ondernemers die zijn ook failliet gegaan. En die zijn er weer sterker uitgekomen. En zoals dat zagen ze niet als falen, maar als een leerproces. Ja. Nou, weet je, die hebben alles al aangeraakt. De bodem, alles. Dus superleuk. Ja. Hey, inspirerend zeg. Ja, ik vind het echt superleuk. Dankjewel. Ja, dus echt. Hey, wat doe jij volgende week? Nou, geen idee. Ik leef best wel met de dag. Ja. Dus volgende week, ja, ik heb wel 2 opdrachten waar ik mee bezig ben. Maar kun je er iets over vertellen? Of is dat allemaal geheim? Ik ben een hele leuke inspiratiedag aan het organiseren voor de brandweer. Oh, wat leuk! Voor alle communicatieprofessionals. Ja, oh, wat leuk! En dat het thema van dit jaar is, ben jij een trendsetter? Ja! Nou, en ik zorg ervoor dat er dan leuke plenaire sprekers zijn, dat er een leuke workshop is en dat iedereen vol energie en gewoon met inspiratie naar huis toe gaat. Oh, wat goed! Ja, dus dat is een hele leuke. En ik heb een hele leuke opdracht ook bij de Radboud Universiteit. Ja. En daar helpen we studenten ondernemend te worden. Dus een start-up beginnen. Ja, wat leuk! En daar ben ik nu het marketing-communicatieplan voor aan het schrijven. Ja. Ja. Hey, als mensen jou... wat van opdrachten vind jij het leukst om te doen? Als mensen dit nu zien, dat ze denken van, nou ja, we willen Floor gewoon inhuren, maar wat kan ze nou precies? Waar word jij gelukkig van? Wat van soort opdracht? Sowieso, ja, met die energie. Ik vind die dagen organiseren ontzettend leuk. Inspiratiedagen. Beetje evenementen? Evenementen. Dat vind ik heel leuk. Dat is zo'n core. Ja. Tenminste, wat je echt... Daar hou ik van. Ja. Ja. En storytelling. Oh, dat vind ik fantastisch. Gewoon mooie verhalen. En hoe gaan we ook iets neerzetten? Dus ook wel de marketing. Daar zou ik me nog verder in willen gaan ontwikkelen. Ook de influencer marketing. En dat vind ik heel erg leuk en interessant. Maar ook vooral om gewoon aparte bruggetjes te leggen. Ja, dus, wat super. Ja, met zo'n inspiratiedag ook. We hadden laatst een inspiratiedag. En dan hebben we een man laten komen en die was blind en die nam iedereen mee. Het ging namelijk over de veranderende wereld. Ja, en zijn veranderende wereld. Dus iedereen kreeg een blinddoekje op. Oh, wat leuk. En dan was het, nou, ga het maar eens voelen. Ja. In plaats van weer rationeel met z'n allen denken en over zo'n beleidsplan. Maar veel meer op andere niveaus mensen aanspreken. Ja, wat goed. Nou, weet je, dus dat vind ik, ik heb natuurlijk een heldennetwerk en iedereen is goed in één bepaald ding. Dat heb ik zelf ook. Hè. Ik ben ook niet overal goed in. Was het maar zo. En als ik jou dus eigenlijk in een hokje moet plaatsen, dat klinkt heel negatief, maar dat bedoel ik niet zo. Maar dan is het echt evenement en storytelling. Dat is, als we dat kunnen combineren, dan zijn we helemaal de winnaar. Ja, dat vind ik leuk om te doen. Ja. Nou, mensen, dus als je een evenement hebt, zeker. Papam, Floor. Ja. Ja. Als je wilt dat inderdaad de mensen met energie naar huis gaan en vol inspiratie, dan... Wat cool. En ook gewoon iets geks doen, hè. Dus er kan ook dan een dansworkshop tussen zitten of cabaret of even voor die energizer. Ja, dat helemaal loskomt. Precies. Ja. Wat superlaar. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die behoefte hebben aan jouw diensten. Zeker weten, want het is een hele leuke combi. Even, ik heb volgende week maandag een Facebook training, zakelijk. En dat is hoe je de marketing eigenlijk kan doen en moet ondernemen.
En voor de rest ben ik bezig met een reclameplan. We hebben in iets van 12 landen hebben een enquête gehouden en dat gaan we analyseren en dat ga ik presenteren aan de klant. Dat wordt een dingetje. Ik ben bezig met een LinkedIn-strategie voor een andere klant. En nou, we hebben echt best wel lopen, Arnoud en ik. Dus ja. Superleuk. En Beni natuurlijk. Ja, hè? Dat komt er ook altijd weer bij. Ja, heb je ook altijd bij Beni dat tegen de middag dat je hartstikke moe bent? Heb je altijd tegen een uurtje of drie? Ja, ik heb hem vanochtend gehad. Oh ja, dus je bent nu helemaal kapot. En twee keer deze week. Ja. En volgende week ook weer twee keer, want ik vervang iemand. Dus, wat goed doe je dat. Ja, maar ik hou er wel van. Ik kan heel goed pitchen trouwens, want je won eigenlijk de pitch. Hè? Ja. Ja, ik was heel gemeen te zeggen, nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, maar het kwam meer op degene die volgende week, als je zou terugkomen, dan mag je Nou, als je erover één ding hebt wat ik leuk zou vinden om te doen, is een pitch training ontwikkelen. Dat lijkt mij superleuk. Ja, superleuk. En daarin, ook bij BNI, daar zouden heel veel mensen behoefte aan hebben. Dat is toch storytelling, hè? Ja, storytelling. Ja, wat leuk. Ja, en ik denk ook echt dat daar wel behoefte aan is. Want als ik ook kijk bij die grote organisaties waar ik zit, ook bij overheidsland, dan vraag je wel eens aan mensen, nou, vertel nou eens in één minuut wat je doet. Ja. Nou, dan ben je zo weer een half uur verder. Ja, precies. En om dan dus gewoon te zeggen, te trainen, van in één minuut gewoon je bedrijf, je organisatie, wat te leuk. Pitchen van wat doe je. Ja. Oh, ik vind het zeker, daar is... jij bent nog lang niet klaar. Er is nog zoveel te doen. Het gaat allemaal gebeuren. Ja. Hey, we hadden het net over game. Ik start even wat dingen op. Want heb jij ooit wel eens gehoord van de MSX zelf? MSX computer? Kan bijna niet. Is dat ding daar? Ja, maar dat kan ook bijna niet. Ik ga eens even wat... Ik weet wel, de allereerste computer waarop ik zat, was dus gewoon met een zwart scherm. En dan moest je nog C, dubbele punt. En dan kon je dingen typen, D, dubbele punt. Ja. En daar typte ik mijn eerste verhaaltjes op. Dus de eerste ding wat ik op de computer deed. Echt waar? Ja. Oh, cool. Ja, nee, dus dit was nog voordat de muis er was ook. Oh, jeetje man. Dus dat gaat echt ver terug. Ja, dat heb ik nog net meegemaakt. Weet je nog hoe die computer heette? Nee. Maar dat was bij mijn oom en tante en die hadden een computer. Want dat hadden we ook nog niet. Wij hadden vroeger thuis ook geen computer. Pas later. Ja. En later ook pas internet. En dan moest je ook nog inbellen en zo. Oh, wauw. En dan ook inderdaad zo'n... Ja, nu kun je gewoon muziek downloaden. Nou, dat kon gewoon 3 dagen duren voordat je een liedje of een album binnen had. Nou, weet je, hier komt nog zo'n datarecord te staan. Dan je echt dat je met een bandje dingen moet inladen. Wordt helemaal leuk. Mm-hmm. Hey, dit is een spelletje uit 1986. En wat ik bij... Nou, mijn bouwjaar. Bouwjaar. Hoe mooi is dat niet? Ja, dat is zeker. Speciaal. En ik ga een heel avontuur. Heet ook Penguin Adventure. Is niet gelogen, dus... Mooi, ja. En ik laat jou dit spelen. Ik doe het even voor. Je even weet van hoe het een beetje werkt. En degene met de meeste punten, die wint aan het eind van het jaar het gouden ei. Het gouden pinguïn ei in dit geval. Nou, even kijken. We hebben soms een draadloze controle. Dus hoe fijn is dat? Nou, ik wil even zien. Level A. Wat je moet doen, je ziet dit pookje. Mm-hmm. En dan moet je daar helemaal vooruit duwen, want dan ga je het snelst. Ja. En je moet eigenlijk binnen de tijd moet je de finish halen. En je kan een beetje zo links-rechts, zoals je zo ziet. En wat het om gaat, is dat je binnen de tijd alles haalt. En je moet zoveel mogelijk visjes vangen. En als je op de X drukt, dan springt hij. Ja. Okay. En nu zie je een hartje komen. Ik hoop dat ik hem nu even kan pakken. Moet je heel hoog springen. Ja, dan moet je heel hoog springen. En als je een blauw hartje krijgt, dan zit je op een wolkje. En dan moet je op die X blijven drukken. Want dan blijf je mooi bovenin. Dus en zo gaat het dan door. Nou, dus als je een wat voor kleur hartje krijgt? Een blauw. Een blauwe, oké. Blauw. Ja, dan moet je op de X blijven drukken en dan bovenin. Nou, ik zal deze even... Oh, ik heb echt al jaren, 10 jaar niet gegamed. 15 jaar niet, dus dit wordt wel een dingetje. Ja, oké. Ja, nee, welkom bij Advertising Heroes. Ja. Gaat de wereld voor me open. Ja, dan gaat de wereld voor je open. Ik ga even op die opstarten. Oké, even... Ja, vroeger Mario, dat deden we nog wel, Super Mario, bij vriendinnetjes. Maar ook wij hadden dat niet hoor, wij hadden nooit een PlayStation of dat soort dingen. Nee dus... hè? Nee, ik heb een tijdje om mezelf gewoond. En dan had ik een schoonmaakster en die zei, je hebt toch geen kinderen? Klopt, ik heb ook geen kinderen, maar ik had zoveel speelgoed thuis, zoveel games. Oké, ik geef je deze. En dan kun je beginnen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Even kijken, waar moet ik op drukken dat hij gaat beginnen? Of doe jij dat? Op de X. Ja, okay. Dan gaat hij beginnen. Okay. Oh, Kimberly doet ook mee. Ach, Kimberly. Ja. Kimberly Hartman. Nog een keer klikken, gaat hij dan? Ja, en dan gaat hij. En dan gaat hij een pookje vooruit. Ja.
Er komt nog niks. Oh, wacht. Oh, dat zijn obstakels. Oké, okay, ja. Ik heb hem door, hè. Tof. Ja. Ja, oh. Nou, je bent wel goed bezig, hoor. Je hebt al 4 visjes en je hebt een hartje. Ik moest een keer zo'n draaiboekje maken wat al die hartjes betekenen. Eerlijk gezegd, Ik heb dit als kind heb ik dit heel veel gespeeld. Ja, kijk. Nou, je hebt thuis geen console, maar je bent wel lekker aan het springen, moet ik zeggen. Ja. Ja, oh, ja. Nee, die gaat niet meer worden. Nee. Dit is een beetje de marathon van Penguin Adventure, ja. Dit. Oh. Op de X blijven drukken? Ja, dan ziet het eruit. Is het voor jou vlees of vis? Vlees. Vlees. Zeker weten. Ja, he? Oh. Wat bestel je dan, schnitzel? Nee? Liefst wel... Heet het nou? Zo'n steak. Een steekstukje, ja. Ja, oh, heerlijk. Ja. Dat heb ik ook later pas leren eten, hoor. Ja? Mijn vriendje leerde kennen. Ja. Wat is jullie lievelingseten? Met z'n tweeën? Ik denk toch wel zelfgemaakte lasagne. Echt waar? Ja. Nou, dat is inderdaad wel lekker. Hoe moet je ook binnenkort doen? Zelfgemaakte lasagne. Oh, ja. 13 vis. Ja, je hebt nu van de... Ja, we gaan net zo lang door totdat je helemaal dood bent. Hè? Ja. Ik zal vertellen, niemand is verder gekomen dan level 3. Dus als je level 3 over bent, dan nou... Oké. Oh, dit is het grotje. Dit is een andere... Ja. Ja. Wat een goede muziek trouwens ook. Ja. Oh, Maaike zegt, leuke uitzending, Floor en Jacques. Oh, nou, dankjewel, Maaike. Ja, dankjewel, Maaike. Ik even geweldig vinden. En Gino doet ook mee. Gino Takken. Gino, je kan met Floor op stap. En dan meer het sporten. Voor 15 euro. Ja, de hardloopclinic. Ik ga eens even jouw website, Adventure Virgin. Adventure Virgin. Doe ik ondertussen. Dan zet ik hem even in de URL. Mensen meteen... Ik lig het er al in. Het gaat steeds minder goed. Gaat hartstikke goed. Even kijken hoor. Kijk Gino, deze is voor jou. Hoppakee. Adventurevirgin.nl. Dat is Floor. Ja, ik kan niet zwaaien nu. Nee. Maar geestelijk zwaai je ontzettend hard nu. Ja. Nou, je gaat echt als een speer. Ik bedoel... Daar is hij. Ja. Nou, ik zie je dadelijk wel in zo'n gameconferentie even zo'n marathonnetje doen. Ja. Hè? Gewoon doen, ja. Dat is het mentaal, hè? Ja, mentaal. Dat train ik ook, ja. Wat ik nu komt de ijsding. En nu ga je over een ijs heen met Oké, en hier ga ik afvallen dan? Ja, nou, nee, jij niet. Oh. Jij natuurlijk niet. Maar aan het eind heb je dadelijk een monster. Ja. En met allemaal paaltjes. En dan moet je, dan gaat hij vuur spuwen. Dan moet je sowieso zijn vuur ontwijken. En je moet heel hard op de paaltjes, voor de paaltjes gaan stampen. Ja. Want dan breekt het ijs. En als je bij al die 4 paaltjes doet, dan heb je een lijn van gebroken ijs. En dan zakt hij door het ijs. Oh, zo. Oké. Ja. En anders ben je gedood. Ja, en als je die... Nou, dan maak jij... Dan weet ik nu al... Dan zou je nu al kans maken op het gouden pingwing-ei als je dit haalt. Dus het is wel super spannend van wie kan dat doen. Ja. Bart Zelman doet ook mee, van Bartbox. Dag Bart. Floor is even goed aan het... Wat goed, man. Maar deze zwarte dingen mag ik niet raken, hè? Nee, dat zien een beetje bad uit, hè? Badass. Ja, precies. Mos hopen. Ja. Nou. Nou, 31 visjes. Ja, mensen die minder visjes hadden, Floor. Ja. Wie had ooit gedacht dat jouw vrijdagmiddag als pingwing hier zou rondzweven?
Dat had ik niet gedacht. Nou, je gaat echt als een bezetene gewoon. Ja, maar top. Het is wel eens, ik in al die dingen val ik. Oh. Dat is grappig. Ik kan zien dat jij niet veel gamet. En dan kan ik zien dat jij meestuurt met het poppetje. Ik zei, het is echt 10 jaar geleden. Nee, maar je doet het wel goed. Ik bedoel, ik lach wel, maar je scoort ondertussen wel als een bezetene. Dus ook al flip je me in het rond met zo'n score. Ik weet ook wel, met Lara Croft zaten we ook altijd om het hoekje te kijken. Ja, precies. Ja, van, komt het wel goed? Ja. Ja, joh, dit is echt super. Nou, hier moet een monster komen. Ja. En als je kijkt, nu moet je echt ontwijken hoor, wat hij doet. Oh ja. Zie je dat? Oh, ja, ben ik al dood. Ja. Nou, dan heb je nog 2 levens over. Je bent hartstikke ver, joh. Oké. Ja. Oh. Oh, ja. Ben ik niet zo nog. Nee, zodra die kijkt, denk ik, en spuwt een. Oh. Oh, ik hoop zo dat je dit haalt, joh. Oh. Ik hier net voor staan. Oh, jammer. Oh, damn. Nou, je hebt 4390. Nee, ja. Ik verklap pas op een paar maanden wie de highscore heeft. Ja. Maar je bent wel ver, Floor. Dus dat is dat is ding wat zeker. Ja. Hey, wat, net niet, jammer. Hey, maar wat vind je ervan? Uit jouw bouwjaar? Dit is toch geweldig, dit? Ja, hè? Hey, zeker heel leuk. Ja. Ja, dus zo was het. Het vraagt heel wat concentratie. Dat was op vrijdagmiddag. Ja. Toen ik advertising in begon, dat was in 2012. Toen dacht ik wil iets met comics doen en met MSX Games. Vandaar dat dit ook een beetje is gebeurd. Dus dit is mijn speeldingetje. Hey, goed. Hey, heb jij nog iets dat je zegt van, nou, dit wil ik nog wel even vertellen aan iedereen, wat ik belangrijk vind? Nou ja, laat je niet ontmoedigen. Iedereen, maakt niet uit wat voor een droom je hebt. En soms moeten dat ook gewoon van die big hairy goals zijn, hè, die je gewoon angst aanjagen. Ja. Ga er gewoon voor. En laat niemand je vertellen dat je er te oud voor bent, dik, maakt niet uit, niet fit genoeg, want dat kun je allemaal worden. Kunt op iedere leeftijd nog beginnen. Ja, wat leuk. Ja. Nou, gewoon allemaal contact opnemen met Floor. Zeker. Ik heb de URL, zie je, heb ik Adventure Virgin. En ja, joh, dat is echt een superleuk bedrijf, maar ook superleuke insteek. Echt complimenten. Echt, dankjewel. Echt, ja, dat vind ik echt superleuk. Ik hoop dat er nog veel avonturen gaan volgen. Oh. Met heel veel mensen, dus zeker, lijkt me leuk. Zeker weten. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat gaat zeker gebeuren. Ja. Hey, volgende week heb ik in de uitzending Renata Vermeulen. En Renata Vermeulen is van Wandor Mediation and Coaching. En Wandor Mediation Coaching die is een mediator, vooral met scheidingen, relatieproblemen. Dat gaat ze allemaal zelf toelichten. Maar de rode lijn is dat ze kinderen als uitgangspunt neemt bij al die relatieproblemen. Dus haar payoff is uit liefde voor je kind, Wandor. Dus die is er volgende week. Ja, toch? Ja. Ja, en de week daarop komt waarschijnlijk hij is wel een beetje oud, maar... Nee hoor, je bent Harry, ik hoop dat je komt, maar dat zou heel leuk zijn. Maar die is dus een fotograaf die nu ook vrachtwagenchauffeur is geworden. Dus 2 werelden. Dus die heeft ook een roer een beetje omgezet. Ben ik ook heel benieuwd naar zijn verhaal. En ik heb nog veel meer gasten. Wordt superleuk. Ja, dus, ik ga ook kijken. Je hebt er een fan bij. Ja, echt waar? Ja, wat leuk. Ja. Hey, even kritisch. Kan nog iets anders? Zeg je van verbeterpuntje? Nee, ik vond het leuk. Nee, vond je het leuk? Leuk gesprek. Ja, oh, superleuk. Zeker. Nou, dan... en ik, aan het eind van het jaar denk ik dat ik een soort feestje ga geven met iedereen die een keer is geweest. Oh, leuk. En dan hebben we de nominatie van het Gouden Ei. Ja, heel leuk. Ja. Ja, superleuk. Okay. Nou, dan naar iedereen tot volgende week. Ja. Ja, hoi. Oké, doeg.